Tijdens de Deltaloid Match Race Trials verzekerden René Groeneveld, Annemieke Bes en Marceline de Koning zich op overtuigende wijze van deelname aan de Olympische Spelen. Het trio dat zichzelf Mach 3 noemt, versloeg Mandy Mulder, Merel Witteveen en Annemiek Bekkering met overtuigende cijfers 9-3. Annemieke Bes, René Groeneveld en Marceline Bos, de koning. Jullie hebben je geplaatst voor de Olympische Spelen. Dat is vandaag gebeurd en dat was best wel een bijzonder moment. Ja, het was super dat we het vandaag zo af kon maken. 6-0, 6 winst op rij, dat was waanzinnig. Dat wil je wel, maar ja, gisteren 3-3. Dus dan heb je zoiets van, nou, dat wordt al 7-9, close. Maar goed, we zaten er zo goed in. We waren weinig foutjes aan het maken en elke start eigenlijk gewonnen. En op de downwind 2 keer er voorbij gegaan en we gaan super tot aan de laatste race iedere keer gewoon netjes blijven varen en is goed. Overwinning na overwinning, hoe goed voelt dat? Nou ja, dat voelt op zich wel lekker natuurlijk, beter zo dan andersom. Maar we waren wel heel druk bezig met oké, rustig blijven, relaxed blijven, want gisteren was op een gegeven moment 3-2 en toen werd het weer 3-3. Je weet het nooit met matchracen, de winter werd ietsje anders. Dus het is wel gewoon één gevaren, één gefinished, oké, volgende wedstrijd. En dat kan nog wel eens een beetje verkeerd gaan, maar daar waren we heel bewust mee bezig. Wat heel veel rust geeft, is dat je het gevoel dat je heel lekker in de wedstrijd zit. En dat je heel erg goed kan focussen op de momenten, op de dingen die je moet doen. En als dat dan allemaal gaat lukken, dat voelt gewoon heel ontspannen eigenlijk. Een soort vorm van de dag hadden jullie in elk geval. En hiermee ook wel aangetoond dat de discussie in elk geval zoals het vandaag gaat, in jullie voordeel beslecht is. Ja, zeker. Dit is wel een hele duidelijke winst. En in matchrace je moet elke dag moet je scherp zijn. Elke dag met elke conditie moet je het kunnen doen. En we waren scherp. Dus, Er wordt wel eens gezegd, matchrace is een ander jouw wil opleggen. Zoals jij wil varen. En dat is vandaag gebeurd? Of hoe? Ja, we hebben echt duidelijk, heel duidelijk gevaren. Dit willen we. En heel erg met overtuiging. En ook constant. En dat is heel erg belangrijk in matchrace. Dat je niet de ene pot wel wint en de ander niet, maar gewoon zo vlak. Zo vlak had ik niet durven hopen, maar geeft wel een goed gevoel voor de Olympische Spelen. Wat ligt in het verschiet voor jullie drieën? Zeker een medaille. En als we goed ons best doen en als het mee zit, een gouden medaille. Straks in augustus, heel veel succes dan en gefeliciteerd. Dankjewel. Mandy Mulder, Merel Witteveen en Annemiek Bekkering. Dit is een triest moment voor jullie, sportcarrière, misschien op het moment. Maar er is een eind gekomen aan een lange periode Olympisch zeilen voor jou. We zijn net gerekenen, 7 jaar in elk geval. Ja, klopt. En vanaf dat is het eind 2004, begin 2005 in de Indie gestapt. En vrij direct na de Olympische Spelen weer doorgegaan. Dus dan is het ineens een klap wat heel hard aankomt. Ja, want vandaag, gisteren pakten jullie nog de laatste race. Vandaag vol goede moed, denk ik, gestart. En jullie zaten wel een paar keer voor, maar het is geen overwinning gekomen. Nee, het was het niet vandaag. We hebben echt gevochten tot we er maar neervielen. Maar ze waren gewoon beter vandaag. Dus dat is sport en dat is hard. En dat is heel kut. En het zal nog wel even heel naar blijven. Maar fair and square hebben zij gewonnen. Dat was het. Maar dan is zo'n moment over de finish gaan, dat is dan wel een ontlading. Dan breekt er iets. Ja, je weet ervoor, het is nog niet over. Dus je moet, totdat het nog niet over is, ga je kaart vechten. En dan moet je de moed hoog houden. Dan moet je juist weer een glimlach opzetten om weer lekker te kunnen zeilen. Om hetgeen te doen wat je normaal zo goed doet, wat vandaag gewoon niet lukte. Vandaar dat je, dat lukt ook weer goed uit de idee. De smiles waren weer op en we gingen er weer voor. Ja, kom je inderdaad voor te liggen. Hij kan het gewoon niet afmaken. Gewoon dingetjes niet op zijn plek vallen. Dus dan als het uiteindelijk over is, dan komt hij dan komt het besef en dan mag het ook. Ja. Ik bedoel, we hoeven morgen niet meer te zeilen, dus we mogen even instorten.